Ik ben Jeremy van de Wetering uit klas TB3B. Het is vandaag 25 maart 2014. Ik heb de voorstelling Ananas gezien, de cabaretvoorstelling van Ananas, bij Robert Brouwer. En ik vond dat dat acteur best wel grappige gezichten kon trekken. En dat hij af en toe nog best wel grappig overkwam. Het verhaal ging over pesten. Ja, en ik vind dat pesten toch wel eigenlijk een onderwerp is dat voor mij best wel veel aandacht mag krijgen. Want ik vind dat pesten toch... Ja, ik vind toch pesten is toch wel heel erg af en toe. Wel, de attributen die kwamen goed van pas, moet ik eerlijk zeggen, in de voorstelling. Ze waren ook erg opvallend. Erg opvallend vond ik ook wel, dat blijkt weer, is dat als je ouders zeg maar heel rijk zijn, dat betekent dan dat de kans kleiner is dat je gepest wordt. Dat is eigenlijk heel raar. Wel, ik vond het... Ik vond lachen dat de pestkop, Taco, dat die uiteindelijk ook bij de gepeste jongen Peer, dat hij daar zeg maar moest gaan werken als straf. Best wel grappig. En ja, ik vond ook zeg maar dat hij uiteindelijk ook zelfs getrouwd is met Rosa Marijn, de liefde van zijn leven. Wel, eerlijk gezegd, mij zou zoiets eigenlijk nooit gebeuren. Want als het echt te ver gaat allemaal, dan sla ik je gewoon helemaal in elkaar. En ik pest zelf ook niemand. Dus tja, dan moet je het ook maar niet bij mij doen. Ik bemoei me nooit met iemands zaken, maar dan zou ik iemand zien die... Zelf echt pest zou worden, dan dan zou ik hem wel helpen. Wel, dit was de. Nou, dit was het dan. Dit was het dan, en ja, laters.